We zijn hier in Sonsbeek en we gaan naar de uitzichtstorm. Daar ben ik pas geleden ook geweest. Alleen ik denk dat het nu met de herfstkleuren nog mooier is. Dus veel plezier bij het kijken. Hier achter mij zien we de uitkijktoren van Sonsbeek en die gaan we zo beklimmen. 150 treden. Ik ben al moeiger dan denk. Maar wat zal het uitzicht weer mooi zijn. We gaan er gauw naartoe. Tot zo.
Nou, dan gaan we dan 150 treden naar boven en straks weer 150 treden naar beneden. Maar ik weet, het is de moeite waard, want anders zou ik het niet doen. Zo is het ook nog eens een keer. Zo, we zijn er bijna. Nog een klein stukje. Poeh. Gelukkig heb je overal plateaus waar je even kan uitrusten. Oké, nog even flink zijn. Klein stukje doorlopen naar boven. En dan genieten van het prachtige uitzicht. Wauw. Ja, 150 treden hier naar boven. Dat valt niet mee. Best veel. Maar als je dan ziet hoe mooi het hier is. Het is echt onvoorstelbaar. Moet daar kijken. Is toch prachtig. Helemaal mooi. Nou, er is nog een boer met zijn tractor daar. Nou, het is hier echt, echt heel mooi. Wat een uitzicht, hè? Je kunt heel ver kijken. Het is een beetje heiig, dat zorgt er wel voor dat je niet zo ver kan kijken als normaal. Maar het uitzicht is nog steeds fenomenaal. Prachtig. Ja, dat was het dan voor vandaag. We gaan de toren weer af. 150 trappen naar beneden. Traptreden naar beneden. 150 trappen zal wel heel veel zijn. En dan terug naar de auto en kijken of we ergens anders gaan kijken. Ik ben benieuwd wat we nog tegenkomen vandaag aan bijzonderheden. Misschien wel helemaal niks. Nou ja, dit hebben we in ieder geval. Daar kun je toch wel van genieten. Of niet dan. Tot straks. Nou, ik heb besloten even een kleine boswandeling hier te maken. Gewoon voor de sfeer.